Yes, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe update video. Als je wil smash natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg helpen bij de video. Abonneren op dit kanaal kan naar hier beneden. En je kunt ons ook supporten in de item shop met de code teveelgevraagd. En 5% van je aankopen gaat onze kant op. Wie onze code ook heeft ingevuld is Joy. Joy heeft namelijk meerdere items gehaald met onze code. Joy, heel erg bedankt daarvoor. Een dikke shout-out naar jou. Voordat we doorgaan naar het eerste topic wil ik eventjes 3 dingen vermelden. Jawel, en dat zijn belangrijke dingen. Allereerst, wij hebben een nieuw kanaal gestart. Jawel, gewoon een extra kanaal. En wil je weten waarover dat gaat? Klik dan eventjes op het i'tje of de video die gisteravond is geüpload over onze nieuwe auto's. We hebben namelijk nieuwe auto's. Ja, wil je die video zien? Klik eventjes op het i'tje of bovenste linkje in de beschrijving. Dan ga je direct naar het nieuwe kanaal toe. Je kunt natuurlijk abonneren als je van dikke auto's houdt. Dan nog eventjes 1 dingetje. Namelijk moet ik de itemshop weer terugbrengen in de ochtendvideo. Dus dat we op dit moment, zeg maar in het begin van de video, eventjes een kijkje nemen in de itemshop. Willen jullie dat? Laat het achter in de reacties. Ik zou best een poll willen aanmaken, maar YouTube heeft dat er sinds volgens mij een maandje geleden ongeveer uitgesloopt. Ja, echt heel erg stom. Maar goed, laat het eventjes achter in de reacties als je de itemshop weer terug wil in de ochtendvideo. Het is best wel lastig om dat elke keer te doen, want ja, de itemshop komt om 2 uur 's nachts. Dus dat betekent dat ik om 2 uur 's nachts altijd de video moet maken. Minimaal. Maar goed, ik heb het sowieso voor jullie over. Maar laat het dus eventjes achter in de reacties. En het derde dingetje, de gameplay in de background. Ja, het is misschien al wel gaande, maar dat is een 2v2. En dat was iemand op Discord. Ik ga het niet laten zien, want ja, het is niet heel erg relevant. Maar in ieder geval, hij deed behoorlijk toxic. Hij zei dat ik een bot was en zo. Dus we gingen 2v2's doen. En dat vond ik eventjes grappig om te laten zien. Ik mocht het van hem uploaden. Dus bij deze in de background een 2v2. Samen met Slurpus, met hem doe ik eigenlijk altijd 2v2's. Maar goed, laten we nu echt doorgaan naar het eerste topic. Genoeg geluld. Ik heb best wel leuke dingetjes, best veel. Dus laten we direct gaan starten. En het eerste dingetje gaat er eventjes over dat heel erg veel spelers gisteren een hardware ban kregen. En wat betekent dat? Nou, betekent letterlijk dat je wordt verbannen en dat je niet meer op die specifieke computer kunt spelen. En hoe kwam dat nou? Dit kwam door een glitch. Jawel. Fortnite heeft ook getweet dat het weer opgelost is en dat mensen met een restart gewoon weer kunnen spelen. Maar dat lijkt me best wel schrikken. Als je een hardware ban krijgt, opeens, out of nowhere, want dat is echt super vervelend. Dan moet je je hele computer vervangen. Dat is echt een gedoe. Maar goed, het is nu opgelost. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is eventjes een clipje hoe Cracky Cliffs er straks uit gaat zien wanneer het water helemaal is gezakt. Zoals jullie weten, door het gehele seizoen heen zal het water zakken. Laten we anders eventjes een kijkje nemen naar Craggy Cliffs. Ja, we zijn gelijk aangekomen bij het volgende topic. Namelijk, dit gaat eventjes over een nieuwe Ghost bundel die eraan gaat komen. Namelijk, deze dingen die komen waarschijnlijk terecht in een bundel. En die kunnen we denk ik kopen voor, wat zal het zijn? 10 of 20 euro? Ik denk 20 euro eerlijk gezegd. Gaat best wel prijzig worden. Allemaal epische skins volgens mij. En dat komt er dus zeer binnenkort aan als het goed is. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over een encrypted leaked skin. Jawel, namelijk deze komt er binnenkort in. Deze is op dit moment nog encrypted, maar iemand heeft het gewoon voor elkaar gekregen om ze te decrypten. Ik weet niet hoe je het noemt, maar volgens mij heet het decrypten. Dat is natuurlijk super tof. Dat is niet de enige skin. Namelijk ook deze skin komt er binnenkort in. Deze is ook gewoon gedecrypt. Hoe dik is dat? Gewoon Epic Games dacht van oké, ze staan veilig, encrypted. Maar nee, ze zijn gewoon gedecrypt. Dus dat betekent dat wij ze kunnen zien. Gelukkig. Goed, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit is gewoon eventjes een leuke clip van CypherPK. Hoe hij leuk gebruik maakt van de SMG. Behoorlijk OP.
Reload. Pressure, pressure, pressure. Bullets are slipping through. Bullets are slipping through. Bullets keep slipping through. Bullets keep slipping through because his fire rate is higher than the build rate. It's going to keep doing damage, and I'm on 50 ping. Imagine if I had zero. Imagine if that guy was higher ping. The rapid fire SMG is the most underrated gun in Fortnite. Don't you forget it. You saw it here. Like this video and subscribe for more content. Let's go. Ja, je zag het. Hij kan er constant doorheen schieten. Ja, letterlijk, de SMG is underrated en is behoorlijk OP. Dus als je hem kan meenemen, ik zal hem meenemen. Want je kunt mensen gewoon easy peasy kapot maken. Goed, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit is eventjes een interessant dingetje. Namelijk de W13.30 update. Die wordt nu al getest. Gaat dit betekenen dat, dat we weer wekelijkse updates krijgen? Dat zou natuurlijk super chill zijn, want ze lopen nu best wel ver voor. Normaal gesproken lopen ze eigenlijk altijd maar één update of een halve update voor. Maar nu gewoon drie of zo. Dus dat kan wellicht betekenen dat ze gewoon om de week weer een update gaan pushen. Dat zou zo ontzettend chill zijn, hè? Deze week gaan we dat meemaken. Als we deze week een update krijgen, dan gaan ze dat waarschijnlijk doen. Gewoon elke week weer een heerlijke update. Hoe chill is dat? Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over de flare gun. Namelijk de flare gun die komt binnenkort, als het goed is, in de game. Wellicht dus in de volgende update. En dat gaat een rare item worden. Clip size 6, max ammo 20, bullet use per shot 1. Reload time 1.5 seconden, firing rate 0.39 en de damage is 60. Oké, dat zijn best wel interessante info over de flare gun. Of de super flare staat op de flare gun. Ik weet niet hoe je het gaat noemen uiteindelijk. Waarschijnlijk gewoon een flare gun. En ik ben benieuwd hoe deze precies gaat werken. Waarschijnlijk gaat ook alles in de fik, zeg maar, als je daarmee op iets schiet. Want ja, een flare gun, dat is letterlijk een soort van vlam. Dus interessant. Goed, laten we dan gaan naar het allerlaatste dingetje. En dit is gewoon eventjes een grappige clip. Laten we gewoon eventjes gaan kijken. Ja, die shark, jongen. Die sharks, die doen soms echt goede dingen. Echt waar. En ik vond het wel een grappige clip. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze update video. Vonden jullie het super nice? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren op dit kanaal kan hier beneden. En je kunt dat ook doen op ons nieuwe kanaal. Snel laden, heb je wellicht nu al gezien. En ik zal het heel erg nice vinden als je daar misschien een kijkje zou kunnen nemen. En misschien zelfs abonneren. Dat zou echt helemaal perfect zijn. Zak de veelgevraagd in de item shop. Kun je natuurlijk gebruiken. 5% van je aankopen gaat onze kant op. Dames en heren. Peace out.